Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe podcast. Ik heb vandaag mijn collega Cindy weer bij, uitgenodigd bij me, wat je ervan wil maken. We wilden het namelijk hebben over dat het bijna Moederdag is op 12 mei, zondag 12 mei. En Moederdag is eigenlijk een perfect moment om als webshop op in te spelen. Alleen wat we heel vaak zien is dat heel veel webshops vaak te laat beginnen met de marketing voor Moederdag. Dus het leek ons leuk om gewoon eens even hard op te brainstormen. Wat kan je doen met Moederdag? Hoe zet je dan je marketing in? Zodat je er ook gewoon zoveel mogelijk profijt van krijgt. Een van de dingen die we heel vaak mis zien gaan is dat ze natuurlijk te laat beginnen met een promotie. Dus als we bijvoorbeeld terugkoppelen naar de advertenties, waar jij natuurlijk ook heel veel mee doet, dan zie je vaak dat ze misschien in de week zelf of zo of een hele campagne gaan opzetten, nieuw. Mm-hmm. Of de advertenties een week van tevoren doen. Ja. Dat is meestal niet zo handig, want vaak ben je dan te laat. Klopt. Dus wat kan je beter wel doen? Wat wij vaak adviseren is eigenlijk om in je huidige campagne, die dus al data heeft verzameld, gegenereerd. Je hebt eigenlijk meerdere opties. Kijk, maak je gebruik van een dagactie. Mm-hmm. Wat je al zegt, daar ga je sowieso geen nieuwe campagne voor opzetten. Die doe je gewoon lekker in je huidige campagne. En je kan werken met extra doelgroepen. Die kan je datums geven. Die kan ook voor een week aangezet worden. Die kan je gewoon zelf een begin- en eindtijd geven. Vaak adviseren we eigenlijk dat. Zodat je huidige advertenties eventueel offline kunnen gaan en je focus op de moederdag advertenties kunnen gaan. Zodat jij daarmee zichtbaar bent. We hebben ook webshops die dat naast de code ook nog andere dingen willen promoten. Kan je eventueel naast de huidige advertenties hangen. Dus dat is een beetje naar eigen keuze. Ja. Maar vaak adviseren we eigenlijk om daarmee te starten en op tijd in te gaan zetten. Ja. Zodat je tijdig zichtbaar bent met je moederdagactie. Ja. Zet je hem in de dag van tevoren, moet hij überhaupt nog opgepikt worden? Heeft hij misschien een paar cent gehad? Heeft hij helemaal geen kans gehad? Nee, want sowieso moet je natuurlijk rekening mee houden dat je het ook nog moet versturen. Dus je hebt, als het voor moederdag in huis moet zijn, nou ben je natuurlijk vrij laat als het op zaterdag binnen moet komen. Dus laten we zeggen dat die woensdag van tevoren je laatste datum is dat je überhaupt het gaat versturen, dat het op tijd binnen is. Met even met een beetje marge, want je weet het nooit met die post. Dus dan heeft het al geen zin om dat op maandag te starten. Want dan gaat het om 2 dagen. Dat is eigenlijk of 3. Dat is eigenlijk al te kort. Dus waar we natuurlijk heel vaak een marketingactie bedenken, wat natuurlijk vrij last minute is om te denken, oh, we moeten nog wat met Moederdag, is natuurlijk eigenlijk slimmer om dat al 3 weken van tevoren bijvoorbeeld te doen. Dus die actie loopt er gewoon wat langer, puur omdat je het zichtbaar kan hebben bij de mensen. En het is natuurlijk wel zo dat die consument vrij last minute ook nog bedenkt, er moet een Moederdagactie. Maar het is aan jou om ze daar eerder al van te informeren. Van joh, klopt, Moederdag komt eraan, is inspiratie, zorg dat je niet te laat bent. Je wilt gewoon eigenlijk 2-3 weken van tevoren misschien al een beetje voorbij gaan komen met joh, Moederdag komt eraan, verwendpakketten, iets van cadeautips. Cadeautips inderdaad, beetje inspireren, beetje triggeren. En als ze dan eenmaal denken van, oh ja, inderdaad, dat is het binnenkort, dan zie je misschien nog een keer de advertentie. Ja. Of het gaan ze alsnog naar je website toe. En inderdaad, last minute, dan heb je ook nog eens een keer kans dat je te laat met bestellen, dat het niet op tijd binnenkomt. Ja. Dus je wilt eigenlijk dat een beetje tackelen, dat probleem. Ja. En eigenlijk, ik denk gewoon dat als je tekort doet, dan bereik je gewoon te weinig mensen. Het gaat hier allemaal om bereik. Zoveel mogelijk mensen moeten het zien. Ja. Zoveel mogelijk mensen moeten geënthousiasmeerd worden met het feit dat je dat doet. Dus met je advertenties is het dus al slim om dat dus 3 weken van tevoren te doen. Ja. Maar stel je voor, je gaat nieuwsbrieven sturen. Ja, dat kan je ook prima 3 weken van tevoren doen. Want niet iedereen opent elke nieuwsbrief. Ze denken misschien, oh, dat is leuk. En dan denken, gaan ze met wat anders bezig en dan vergeten ze het weer. Dus ze moeten ook nog een reminder krijgen. Ja. Mensen hebben echt die verschillende momenten nodig om te denken, oh ja. Klopt. Dus dat is al heel belangrijk. Klopt. Maar dan bijvoorbeeld ook nog SEO. Ja, dat is helemaal een ander verhaal. Ja. Stel je voor, je gaat een blog schrijven met tips. Dan ben je eigenlijk praktisch al te laat. Dan ben je te laat. Je moet al 3 maanden van tevoren. En tuurlijk is het heel gek om 3 maanden van tevoren, dus dat is dan in februari te denken, ik ga nu een blog schrijven van Moederdag, want daar ben je helemaal nog niet mee bezig. Maar je moet je dus rekening mee houden dat Google heeft echt die tijd nodig voordat je überhaupt opgepakt wordt. Ik hoorde toevallig onze collega Roxanne, onze SEO-collega van de week, tegen iemand zeggen, eigenlijk als het, stel je voor, het zou nu kerst zijn, zou je eigenlijk gewoon die week daarna al je blog moeten schrijven, je SEO-tekst voor het jaar erop, voor kerst. Ja. Eigenlijk moet je er zo vroeg al bij zijn om goed te worden opgepikt. Het is echt vooruitdenken. Ja. Want op het moment namelijk dat iemand op zoek gaat naar Moederdag tips 2024, of wat voor zoekterm je daaraan wilt hangen, dan wil je naar voren komen. En dat gaat dus niet als je het blog een week van tevoren schrijft, want dan gaat Google dan niet oppakken. Dus klopt. Het is met dit soort dingen is het
zo enorm vooruitdenken, vooruitplannen. Zorgen dat die herhaling erin zit. Dus ze komen je op Google tegen, ze komen je op socials tegen, ze komen je normale social posts tegen, ze komen je nieuwsbrieven tegen. Overal herhaling, herhaling, herhaling. Ja, al weken van tevoren. En dat is eigenlijk SEO, dus een langer termijn plan waar je op vooruit moet denken. En social ads iets korter. Maar beide moet je gewoon op tijd bij zijn. Ja. Bij de ene heb je het over maanden, bij de andere heb je over weken. Ja. Maar iets last minute daarmee inplannen, ben je eigenlijk al te laat. Dus eigenlijk zie je me zo te bedenken, het kan best wel heel slim zijn, een soort van jaarplanning voor jezelf te maken. Dat je bedenkt van oké, ik heb dus voor dit type marketingkanaal moet ik 3 weken van tevoren hebben. Of voor deze 3 maanden, of voor deze een half jaar van tevoren. Dat je gewoon in je agenda al neerzet van joh, in januari moet ik een blog gaan schrijven voor Moederdag. Ja. In juni moet ik alvast wat met kerst gaan doen. Zodat je dat ook niet vergeet. Want het vaak is, we hebben zo verschrikkelijk veel petjes op als je een webshop-eigenaar bent. Want je moet natuurlijk alles zelf doen. Ja. Dat je het gewoon vergeet. En dat is ook logisch dat je het dan bijna vergeet. Want in januari denk je nog niet aan Moederdag. Dus het is inderdaad wel handig om zoiets misschien voor jezelf te noteren. Te maken dat je gewoon weet, ik ben op tijd. Ja. En dat je zet het gewoon in je agenda. Ja, precies. Maak zo'n contentkalender. Zet de deadlines bij wanneer dat we opgepikt hebben. Dus noods maak je het nu al pas voor volgend jaar. Maar dan ben je er op tijd bij. En voor die social ads dan inderdaad. Kijk voor jezelf. Oké, wat voor bedrijf ben ik? Heb ik een kortingscode? Wat voor producten heb ik? En denk er ook heel goed over na. Ga ik dat in mijn huidige campagne aan de huidige ads toevoegen? Wil ik enkel de focus op die moederdag? Kan je eventueel andere doelgroepen ervoor aanmaken? Ja. Met datum dat die even afwisselt tijdelijk. Ja, want bij moederdag kan het ook slim zijn om als jouw doelgroep normaal gesproken vrouw is. Dus jouw producten zijn voor vrouwen, dus geschikt voor moeder. Kan het ook interessant zijn om dan op mannen te richten. Klopt, hebben we toen een keer gedaan. Ja, want die mannen zijn helemaal. Sorry als je de man bent die luistert. Maar die zijn vaak niet zo heel creatief met het bedenken van cadeaus. Terwijl als jij dan echt met een ultieme cadeautip komt, dan denken ze, mooi, daar ben ik vanaf. Ja. Dat bestel ik, dat vinden ze vast leuk. Of het nou voor je vrouw is of voor je moeder, dat maakt niet uit. Dus het kan heel interessant zijn om dan 365 graden een heel andere doelgroep te gaan bedenken. Ja, maar je moet ook inderdaad bekijken van oké, wie gaat het kopen? Ja, en het kan zijn dat inderdaad het man het koopt. En voor moederdag, dus dan moet je hem net eventjes andersom inzetten. En ook misschien even de tekst aanpassen. Ja. Meer gericht op de man om lekker je vrouw te verwennen. Ja. Oh, dat klinkt heel dat klinkt heel raar. Dat klinkt, nou goed, die negeren we even. Maar ook is het is heel erg slim. Dus even los van je marketing, maar ook weer niet van je marketing. Mensen zijn vaak gewoon echt inspiratieloos. Klopt. Dus maak inderdaad een cadeaupakket, een bundel. Iets wat ze meteen zou kunnen geven waar ze niet over na hoeven te denken. En pas ook je content erop aan. Dus maak inderdaad van zoiets een belevingsafbeelding. Stel een pakket samen, iets dat je dat al ziet gebeuren bijvoorbeeld. En een unboxing video ervan. Precies, speel je teksten erop in dat het ook duidelijk is dat het om een moederdag post gaat. Ja. En niet zomaar een random cadeau. Want dan ga je misschien voorbij scrollen? Een grappig voorbeeld. Ik heb met Valentijn zag op een gegeven moment een advertentie voorbij komen. Mm-hmm. Er was een prachtig Valentijns afbeelding. Je snapte dat het over Valentijn ging. Want Griet had een hele grote bos rode rozen. En je zag haar haar. En er stond ergens iets van shop nu je Valentijns cadeautje voor je vriendin of zo. Maar je haalde uit die advertentie helemaal niet waar het over ging. En omdat ik getriggerd word, ik denk, waar de fuck gaat dit over? Ben ik op gaan klikken, toen kwam was het een of ander haarserum of zo. Maar als je dat afbeelding zag, dacht je dat ze die bos rozen ging verkopen. Dus als je dus in wilt spelen op moederdag, besef je wel dat nog steeds uit die advertentie duidelijk moet zijn dat het om wat voor product het gaat. Want mensen raken in de war, mensen scrollen dan door, mensen gaan niet kopen. Dus het is hartstikke leuk dat je misschien je moeder op die foto ziet, maar laat wel zien om wat voor product het gaat. Zeker. En in je advertentietekst. Ja. Ook duidelijk, ja, klopt. Want die advertentietekst is nog steeds gewoon heel belangrijk. Sowieso, klopt. Vooral die eerste 1 à 2 zinnen. Ja. Maak hem gelijk pakkend. Want dat zijn de eerste dingen die ze in 1 oogopslag zien. En als het niet aanspreekt, scrollen ze door. Ja. En dan ben je al gelijk weg. Ja. Dus zorg ervoor dat je inderdaad gewoon gelijk duidelijk maakt, wat verkoop je, waar is het voor? Ja. Eventueel wat voor korting, een kortingscode. En dan kun je daarna altijd zelf uitklappen. En dan krijgen ze meer informatie. Ja. Maar je moet ze triggeren in die eerste zin. Ja, ze moeten ergens gestopt worden in het scroll. Proces als ze heel veel content zien. Je kan ook als een vraagstelling nog zetten. Dus ben jij nog op zoek naar een cadeau voor... Heb jij al bedacht wat je moeder cadeau gaat geven dit jaar? Nee, dat had ik nog niet over nagedacht. Nee, dat is niet handig. Ja. Dus zo belangrijk is het echt. Ja. Je moet echt zo goed nadenken qua communicatie wat je doet en wanneer je doet. En besef je ook wanneer en welk proces je consument op dat moment zou zitten. Kijk, 2 maanden van tevoren beginnen met adverteren heb ik geen zin. Er is niemand er nog mee bezig. En dan denken ze, dat komt later wel. En dan doen ze het niet meer.
Maar met je blogs dus weer wel. Ja. En met je blogs is het ook heel interessant om ook meer niche technisch te gaan denken. Dus je kunt wel zeggen de leukste cadeautjes van Moederdag. Maar weet ik veel, de leukste beauty cadeautjes van Moederdag. Ja. Of de leukste sieraden cadeautjes. Probeer hem eens niche technisch te denken bijvoorbeeld. Of maak misschien meerdere blogs als je echt wel een ruim assortiment hebt. Maar op die manier, het is vooral ook heel veel inspireren. En ook het ontzorgen. Ja, heel erg het ontzorgen. Ja. Dat mensen denken, oh, dat is makkelijk, ben er vanaf. Zonder dat ze het gevoel hebben dat ze met een simpele, saaie cadeaubon aankomen zetten. Wat ook leuk kan zijn. Maar het is echt ontzorgen. Klopt. En herhaling en ontzorgen. Ja, klopt. Helemaal mee eens. Niks meer aan toe te voegen. Nee, nou, we zijn kort van stof in deze podcast. Maar ik hoop wel dat je er heel veel tips uit gehaald hebt. En dat je, waarschijnlijk als je dit luistert, dan zal je toch echt aan de slag moeten gaan met je moederdagactie. Dus laat me ook weten wat je bedacht hebt als moederdagactie. Vind ik ook leuk om te horen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.